Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Mooi Werk. En ja, nou ziet u mij al wel weer druk bladeren, want het is de eerste keer dat ik het doe. En ik mis Anne zo, hè, want het gaat gelijk al mis. Maar ja, Anne die ligt natuurlijk op de bank te genieten van die dikke buik. En mijn gast is een beetje laat en ik raak natuurlijk gelijk in paniek, want ik ben lang niet zo ervaren. Maar ja, goed, ja, het is niet anders. We moeten maar gaan zoeken en hopen dat ik het telefoonnummer kan vinden van dat meisje. Want ja, ze moet nou toch wel echt komen. Oh, gelukkig. Hé, wat ben ik blij dat je er bent. Hi, Sylvia. Nico. Zo, en nou is dit natuurlijk een programma over werk en opleiding. En wat wil je graag gaan doen? Ik wil graag kapster worden. Kapster? Ja. Goh, wat leuk. En hoe dat zo? Ja, omdat ik altijd wel iets moet hebben te doen. Oké. En je vindt het ook leuk om met haar te werken en dat soort dingen? Oké. Nou, dan doe ik het natuurlijk wel een beetje anders. Dus ik hoop, want ik heb wel wat bedacht en dan hoop ik dat het gaat lukken. Dus ik tel tot drie en dan hoop ik dat we komen waar we wezen willen. Okay. 1, 2, 3. Nou, het is gelukt. Ja. Ik ben blij dat we dit weer niet bij het busstation, uitgekomen zijn. Maar volgens mij lijkt het hier behoorlijk op een kapsalon. Ja. Toch? Is dit wat je in gedachten had? Ja. Volgens mij missen we nog wat. Want een kapper, hè? Een kapsalon zonder kapper is natuurlijk niks. Dus waar zou die zijn? En daar ben ik voor. Hey! Hallo, hi, ik ben Arvid. Hi, het is Nicole. Hi, ik ben Arvid. En ja, zij wil graag kapster worden. Ja, dat kan. En we vroegen ons af of jij haar wegwijs kon maken in het kappersvak. Dat kan. Dat is, het is het mooiste beroep wat er is. En ze hebben alleen natuurlijk wel een model nodig dat ik je een aantal dingen kan laten zien. Maar ja. Wie gaat dat doen? Jij. Ik? Ja. Oké, nee. Dan ben ik de pineut. We hebben een aantal vragen opgeschreven. Dus nou, die zal ze je stellen. Ze zal je de hemd van het lijf vragen. Dat mag. Ja. Dus wat wil je graag aan hem vragen? Hoe word je kapper? Kapper, je hebt natuurlijk als eerste heb je een vooropleiding nodig. Ik heb zelf de MAVO gedaan. En na de MAVO ben ik naar de kapperschool gegaan. Ik heb daarbij 1 dag in de week school gedaan en 4 dagen gewerkt. 4 dagen in een salon, dus je draait meteen mee als kapper. Natuurlijk heb je wel eerst dat je begint met haren wassen en met kleuren. En zo langzaamaan door alle jaren heen word je dan echt de kapper wie je wezen moet. Ja, wat zijn de trends van? Wat er nu aan begint te komen zijn strakke lijnen. Dat houdt in strakke boblijn, recht onder het oor, rechte ponies. De Japanse en Chinese invloeden komen nu deze kant op. Romantisch haar, dus veel krullen en veel slag erin en vrouwelijk, super sexy. En voor mannen heb je kort. Kort wordt helemaal hip deze zomer. En opgeschoren, stoere, militairachtige kapsels. Is voor elk seizoen een nieuwe trend? Ieder seizoen is er een nieuwe trend waar er wordt bedacht en gecreëerd. En daar ga ik zelf voor op training 2 keer per jaar en een lang weekend. En je hebt natuurlijk het voorjaars-zomerseizoen en het herfst-winterseizoen. En dan is er ook altijd weer iets nieuws. Ja, doe je wel eens mee aan shows? 13 april help ik mee met een hele grote show voor Schwarzkopf. Er komen ongeveer 1200 kappers in de Vanellenfabriek in Rotterdam. Daar help ik mee achter de schermen. Ik ben zelf niet degene die op het podium staat, omdat ik daar zelf niet van hou. Ik vind het wel heel erg leuk om het werk achter de schermen te doen. Ik heb al een aantal shows meegegeven voor L'Oréal en noem maar op. En dat is echt een ontzettend leuke hobby van het kappersvak. Wat is leuker? Een klant die weet wat hij wil of dat je eigen gang kunt gaan? Ja, dat is een beetje moeilijk. Een klant die weet wat ze wil, dat is altijd komen met plaatjes en waar mooi haar op staat, waar mooi make-up, mooie belichting en noem maar op is. Ik ben meer van zelf wat bedenken. Ik bedoel, ik heb ervoor geleerd, ik weet wat bij iemand past. Als je je klant kent, weet je ook van, nou, dat kan wel, dat kan niet. Ik weet wat voor haar dat we in de handen hebben. Ik weet wat voor kleur dat erbij past. Dus ik doe het liever zelf. Ik vind het ook mooi om zelf mijn eigen creativiteit erin te geven. Hoe lang bestaat deze zaak al?
We zitten nu anderhalf jaar hier op deze plek. Ik heb hiervoor 5 jaar lang op een andere plek een paar deuren verderop gezeten. Dus in totaal zijn we nu 6,5 jaar bezig met de salon. Heb je nog leuke roddels? Leuke roddels? Nee, leuke roddels. Ik zal je vertellen dat wij hier niet roddelen in de kapsalon. Ten eerste doen wij altijd feiten op een rijtje zetten. Dat klinkt leuker als roddelen. Wij praten veel over onszelf, over wat we meemaken, over de leuke dingen. Bijvoorbeeld de shows waar ik naartoe ben geweest of waar ik zelf aan meedoe. Dus dan is er eigenlijk weinig tijd om over dingen uit het dorp te roddelen. Ik moet eerlijk vertellen dat ik daar ook niet heel erg gelukkig van word. Ik vind het heerlijk om gewoon mijn eigen ding te doen en mijn eigen ding te vertellen. En dat is het leukst. Zijn er nog iets vergeten wat leuks om te vertellen? Nou ja, wat dus heel erg fijn is aan het kappersvak is natuurlijk, wat ik net ook vertelde, dat niet het alleen de salon is, maar dat er nog heel veel andere dingen bij het kappersvak zijn wat het nog leuker maakt. En wat is nog meer leuk om te vertellen? Het is heel erg leuk om te laten zien wat je kunt. En daarvoor hebben we natuurlijk ons prachtige mooie model om ze even te laten zien hoe je een kleur zet en hoe je moet knippen en haren wassen. Nou, laten we het dan maar doen. Dat bedoel ik. Ik ben benieuwd. Goed. Zo, is het gelukt? Ja. Hebben jullie er wat moois van gemaakt? Ik hoop hè. Ja, ik ook. Maar hoe bepaal je nou die kleur? Nou, wat voor mij het belangrijkste is, is natuurlijk dat je ook even kijkt naar degene hoe ze eruit zien. Wat voor kleur dat er in het gezicht zit. Wat voor kleur dat ze natuurlijk zelf voor het haar hebben. En vanuit daar ga ik kijken van dit past er wel bij of dat past er wel bij. Ik ken natuurlijk mijn kleurboeken uit mijn hoofd. Mm-hmm. Dus ik heb ze niet meer nodig. Natuurlijk laten wij nu ook wel regelmatig aan de klant even zien van wil je deze kleur, wil je die kleur. Maar voor jou is natuurlijk de verrassing des te groter nu. Ja, precies. Ik heb ook nog nooit mijn haar gekleurd. Nee, ik doe het ook. Ik word ontgroend nu op dit moment. Ik zorg ervoor dat je een spoeling erin krijgt, wat wel minimaal een week of 6 blijft zitten, maar langzaamaan wel je haar vervaagt. Dus het is niet zo dat je straks ontzettende uitgroei krijgt en dat je hier verplicht bent om hier iedere 6 weken op de stoel te komen. Oké. Okay. Ja. Maar goed, het gaat dus niet zoals bij de drogist, Nicole. Dat ze met zo'n bordje aankomen. Naast je gezicht, maar dit gaat wel. Ja, dit past er wel bij. Ja, en dan godzegen de greep. Ja, maar dat is natuurlijk ook het leuke, hoe ik mijn klanten natuurlijk ook opvoed. Ik ben degene die wel weet wat mooi is en ik ben degene die wel weet wat bij je past. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg kapsalons die met een boek tevoorschijn komen en dit is wel leuk en dat is wel leuk. En voor mij is natuurlijk de uitdaging om te zeggen van ik weet wel wat mooi is en meestal komt het ook goed uit en zijn de klanten ook tevreden. Goed, wat we nu gaan doen is, ik ga even een paar lokjes erin zetten. Die gaan we wat lichter maken. Die maas ik er even tussenuit. Dus ik zet in deze plukjes, zet ik even een folietje onder. En hier gaan we dus even een product op smeren wat ontkleurt, maar wel heel weinig ontkleurt, zodat het niet spierwit wordt. En dat het gewoon lekker een naturele kleur krijgt. En niet dat ze denkt van oh. Je bent erbij waar geweest, ben ik Nicole. Aan maar je hebt nog nooit je haar gekleurd. Ik? Nee. Ja. Oké. Okay. Nog nooit. Oké, okay. Nou ja, eens moet de eerste keer zijn, toch? Nou ja, het wordt heel langzaam aan grijs, dus ja. Het werd toch wel eens tijd. En tijdens je opleiding leer je natuurlijk allerlei technieken. Ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen, de opleiding van het kappersvak is, vind ik zelf, nog wel een beetje ouderwets. Want je wordt eerst opgeleid door te leren permanenten. Je wordt opgeleid door te leren watergolven. Dat zijn dingen die wij dus hier in de salon niet meer doen. Nee. Wij zijn echt een salon waar alleen maar geknipt, gekleurd, gefeund, opgestoken wordt. Mm-hmm.
Dus dat vind ik wel een beetje jammer aan de opleiding. Maar verder, dan leer je dus ook wel het knipwerk. Kijk, het is natuurlijk wel goed dat je leert, als je je permanent goed kunt, heb je een goede basis. En die basis zorgt er ook voor dat je ook goed kunt knippen. Ja. Dus het is natuurlijk ook wel ergens voor bedacht, die permanentjes. Ja, en ik denk ook dat je gewoon de handigheid moet krijgen. Ja, als je dat af en toe ziet, dat je en met een kam en met een schaar. Een schaar in één hand. Hè? Ja. Vind je niet, Nicole? Ja. Maar ja, dat zijn allemaal dingetjes. Toen ik begon, toen kon ik dat natuurlijk ook niet. Ik bedoel, ik wist ook niet hoe ik en een schaar en een kam in één hand moest houden. Dan kamde ik een plukje, leg ik de schaar of de kam weer weg en dan knipte ik een stukje af. Maar ja, op een gegeven moment, door handigheid, kom je daar natuurlijk achter. Ja. Maar goed, zoals de trends, je bent eigenlijk dus nooit uitgeleerd in het kappersvak. Het is iedere keer weer vernieuwen. Ja, kijk, het wiel is uitgevonden. Ja, de basis is uitgevonden, maar dat zijn natuurlijk weer telkens weer nieuwe stromingen waar ze weer een nieuw kapsel bij bedenken. Of verschillende kapsels weer een nieuwe trend maken. En dat wordt dan wel weer geleerd. Er zijn wel altijd weer nieuwe gereedschappen die wij gebruiken. Om een kleuring mooier te zetten, om een klant beter te knippen. Is het dan zo dat je. Hoe oefen je dat? Als ik zelf op training ga, dan hebben wij. Slip-ons heet dat. Dat zijn koppen met haar. Mm-hmm. En daar oefenen wij op om te knippen. Daarna ga je natuurlijk zelf de salon weer in en dan ga je natuurlijk alles wat je geleerd hebt, ga je toch wel of op je klant of op je collega of op een vriend of vriendin nog even oefenen. Ja. Je wilt toch wel even kijken van nou, wat heb ik nou geleerd, hoe kan ik het toepassen hier in de salon. Je moet altijd zorgen dat je alles wat een trend is, moet je natuurlijk weer commercieel maken. Ik bedoel, en daar, ja, dat ga je natuurlijk hier gewoon toepassen. Ja. Dan moet ik even naar die kant. Mag jij even aan die kant gaan staan? Vind je het goed als ik dat niet doe? Nou, dus wil je een eigen zaak, Nicole? Moet je nog even doen? Ja. Is dat ook wat je wil? Of wil je gewoon kapster zijn en voor een werkgever werken? Nou, dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Nee. Nog niet heel erg veel over nagedacht. Alleen dat je weet dat je kapster wil worden. Ja. En hoe lang weet je dat al? Toen ik nog best wel klein was, zeg maar, toen zei ik dat ook altijd al. En toen zeiden mijn ouders en zo, en familie zeiden allemaal zo van, nou als jij dan naar het asing gaat, zeg maar, dan denk je vast al heel anders, maar het is nog steeds zo. Het is nog steeds zo? Ja. Oké. Dan is het een echte roeping, hè? Dan is het een echte roeping, ja. Ja. Ja, hoe kan het nou eigenlijk dat sommige mensen blond haar hebben en anderen weer bruin of zwart? Nou maak je het mij wel moeilijk. Dat is natuurlijk iets wat te maken heeft met je ouders. En dat zit natuurlijk in de genen. Ik bedoel, dat is allemaal bepaald voordat je überhaupt op de wereld rondloopt. En het is wel een gegeven dat dat de blonde mensen en mensen met rood haar steeds minder worden. Je krijgt natuurlijk dat culturen met elkaar gaan mengen. Dus donkere mensen die krijgen kinderen met blanke mensen. Waardoor donkere ras lichtbruin wordt. En daardoor weer lichtbruin haar ontstaat. En waardoor het echte blonde en het rossige rode, dat het steeds minder wordt. Dus je zult straks zien dat als je rood haar hebt of blond haar hebt, dan ben je uniek. Ja, en dat was je al. Jij bent ook heel uniek, hè? Straks niet meer, hoor. Nee, straks is blond. Wat doe je nou? Ik ben al van een uitstervende soort. Maar is dat dan ook zo met krullen en stijlhaar bijvoorbeeld? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Ik bedoel ook. Krulhaar en stijlhaar, dat krijg je ook al vanaf je geboorte natuurlijk mee. Dat zit ook in de genen. En dat is wel leuk om te vertellen.
stelhaar. Dan moet je, als je de huid hebt en in de huid zit een haarzakje, daar komt dus, of een haarwortel, daar komt dus het haar, daar groeit het haar uit. En als je dus stelhaar hebt, dan groeit je haar recht uit de hoofd uit. Als dit jouw hoofdhuid is en dit is een haar, dan komt hij dus recht uit de hoofdhuid. Maar heb je krullen, dan ligt hij scheef in de hoofdhuid. En dan komt hij hier naar buiten en dan krult hij dus verder. Dus en als je iets schuin hebt, dan komt er iets een krulletje. Maar heb je hem platter, dan krijg je nog meer krullen. Moet je dat haren wassen nu op de leren? Nee, ja, dat is iets wat je wel wordt geleerd natuurlijk. Ja. Je hebt verschillende haarwasmethodes, je hebt massages erbij, noem maar op. Maar dat zijn allemaal dingen wat je eigenlijk op later stadium pas leert. Natuurlijk begin je als eerste achter de wastafel. Dat is natuurlijk voor het handigste als je begint als leerling. Mm-hmm. Dat is het eerste wat je kunt doen. Schoonmaken en wassen. En dan leer je vanzelf ook natuurlijk wel de andere handelingen van hoe was je het haar. En, we gaan het even wassen met een shampoo voor gekleurd haar. Wat een stoel heb je. Lekker hè? Dat doen ze alle drie? Ja. Nou, dan kom er maar eens achter staan. Ik zal het shampootje erin doen. Stroop de mouwen maar op. Aan het werk. Aan het werk, alsjeblieft. Mooi werk. Ja. Ja, begin maar. Je moet altijd proberen als je wast dat je even met twee handen zo wast. Ja. En dan hoef je niet zo heel zachtjes te doen, want ze moet natuurlijk wel voelen dat, je, dat het schoon wordt. Hoe voelt dat voor u, mevrouw? Ja, helemaal goed. Het is een ideale hoofdmassage, krijg ik nou. Goed zo. Ze heeft er gevoel voor. Even hier onder in de nek. Pak je het haar even zo en dan even onder in de nek. Nou, en hoe voelt het voor jou om iemand de haar te wassen? Wel leuk. Vind je het niet vreemd? Een beetje. Om iemand op zijn hoofd te zetten. Het is natuurlijk best wel vrij intiem eigenlijk. Ja, je zit natuurlijk aan iemand. Dat is wel iets waar je aan moet wennen. Dan gaan we het eruit spoelen. En dan ga je eerst even de haren uitspoelen, Tama. Wel oppassen voor het mooie make-upje natuurlijk. Aan deze kant ook. Zet hem kraan maar even terug. Doe er even een klein beetje conditioner in. Dat zorgt ervoor dat de kleur mooi behouden blijft en dat we een mooie glans erop krijgen. En dat hij ook lekker lang blijft zitten natuurlijk. Zo, en dan is het varkentje gewassen. Oh, en dan gaan we en bedankt. De, en dan gaan we naar de knipplek. En dan moet je zeggen, het licht van de kamer. We hebben hier natuurlijk een plafond voor. Dit
vak ligt. Ja. Kijk, heb jij een busje haarlaak? Spuit jij maar eens hier op. Niet van ver af, je moet altijd verder af zo. Spuit dat maar op, ogen dicht. Ja, dan moet je iets hoger spuiten. Ja, goed zo genoeg. En de spiegel maar. En dan kijk je. Kijk, zo. Nee, dan moet je erachter gaan staan. Kom maar erachter. Moet je in de spiegel kijken. En laat je zo de achterkant zien. Wauw. En nu de andere kant. In de andere hand vastpakken. Nou, net Leontien Borsato zo. Alsjeblieft. Helemaal goed. Zo, het schotje doe maar af. Ik heb maar de spiegel maar. Schotje af. En klaar is Clara. Zo. Komt er eigenlijk ook nog zo'n galenjurk onderuit? Ja. Maar ja, zou het met het hoofd moeten doen. Maar compenseert genoeg. Ja. Ah, super gaaf. Ja. Zal ik het even zo? Is het geworden wat je ervan dacht? Ja? Ik had het niet verwacht dan. Nee, ik had ook gedacht, ja, iets langer nog, dacht ik. Ja. Ik vind het wel heel leuk. Ik vind het helemaal goed. Goed zo. Ik wou kijken of ik kon draaien op die stoel zo. Ja, tadaa! Nou, helemaal goed. Nicole, hoe vond je het? Leuk. Ja? Ja. Heb je er veel van geleerd? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, dan bedanken wij Arvid. Graag gedaan. Heel super dat we hier mochten zijn. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Wie weet kan ik, zie ik je nog wel in de toekomst. Ja, de stageplek is geregeld natuurlijk. Dat je als echte kapster rondloopt in de kapperswereld. Oké. Okay, ja, tot kijk. Dankjewel Arvid. En tot kijk. Nou, dit was dan weer een aflevering van Mooi Werk. Nicole, kom erbij staan. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Dankjewel. Vond je het leuk? Ja. Ja? Ja. Oké, super. Dankjewel dat je mijn haar zo lekker gewassen hebt. En zo mooi de haarlak erin. Ja. Helemaal goed. Allemaal bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En wat we dan gaan doen, we wachten wel weer af. Ik zal in ieder geval weer kunnen toveren met mijn knip. En dan zien we wel weer waar we terechtkomen. Tot ziens. Doei.